Deze school telt 650 leerlingen, plus of min 10, want dat varieert natuurlijk een beetje per jaar. Dat willen we ook voor een groot gedeelte zo houden. Want als wij veel zouden groeien, dan zouden we meteen eerder willen groeien naar een tweede vrije school in de stad. Want we vinden die kleinschaligheid van deze setting ook buitengewoon belangrijk. We merken dat onze ouders daarvoor kiezen, dat onze leerlingen dat prettig vinden, dat ze, als ze een beetje moeite doen, eigenlijk bijna de hele school kennen. Wat ben je hier aan het doen? Ik ben hier mijn hoofdonderwijsschrift aan het uitwerken. En een beetje muziek aan het luisteren en een beetje een filmpje aan het kijken. Oké, want dit is niet echt een les of... Wat houdt er precies in? Ja, ik heb nu twee tussenuren, want mijn andere groep heeft Frans en ik doe Duits. Dus ik hoef niet in de Frans les mee te zijn. Dus dan heb ik tussenuur. Oké, handig. En zijn de handige roosters hier op school? Nee, en dat komt vooral omdat hier zo weinig leraar zijn. Dus je hebt heel veel uur en heel weinig tussenuren. En dat is wel slecht van deze school. Oké, ook nog positieve dingen van de school? Of? De manier van lesgeven en het aantal kunstvakken dat ze geven, dat is wel heel positief. Dat is toch leuk dat je dat ook hebt. Ben je eruit gestuurd? Nee, ik moet proefwerken inhalen voor Engels. Oké, succes. Dankjewel. Leraren, zijn die leuk? Ja, jawel. Ja, die zijn op zich wel aardig. Ja, sommigen niet, maar ja, over het algemeen wel. Ja. Hebben jullie wel favorieten? Ja, handarbeid is wel aardig. Economie. Schenken. Wie is volgens jou de leukste leraar of lerares? Ah, Schenken. Zeker weten Schenker. Ja, Schenker. Ja, Schenker. Maar we hebben een dramadocenten, maar die heeft echt een onuitspreekbare naam. Dus. Ja. Maar die is wel heel aardig. En onze Engelsleraar, meneer Peters, is ook wel heel aardig. Ja, maar ik vind meneer Keller ook wel tof. Ja, maar die is echt heel droog. Ja, maar dat, is wel dat heel maakt aardig. Hem tof. Ja. Ja. Hij zegt tegen mij, doe alsof je lucht bent. Ja, vaak. En wie nog meer? Ik voel mevrouw Schouten vond ik ook altijd wel aardig. Ja. Wel soms en meneer Duit ook wel. Ja, maar die is een beetje vaag. Ja, met zijn secret society. Ja, okay. Ik hoor veel namen. Yeah. Ja. Ik heb ook de naam meneer Schenken gehoord. Ja, zegt u? Is ook heel aardig. Nou, ik vind meneer Schenken wel een lijp leraar. Hij is gewoon aardig en zo. En, is een chill leraar, daar kan je goed mee omgaan. Hij heeft als het ware ook gewoon respect voor de jongeren en zo. En kan ook gewoon, die snapt ons ook gewoon. Ik heb een aantal leerlingen gevraagd. Wie zijn er de leukste docent vinden. Ik heb best wel vaak gehoord de naam Schenker. Ik ben best wel benieuwd naar die persoon. Dus we gaan even kijken waar die is. Misschien zit hij hier binnen, ik weet niet. Kent even jullie meneer Schenker? Nee, ik heb geen les van. Nee? Wat is dit voor les dan? Dit is handvaardigheid. Oké, okay, wat ben je aan maken? Michael Jackson. Michael Jackson? Ja. Oké. Okay. Vet. Dus ik ken hier geen meneer of mevrouw Schenken. Ze gaan verder zoeken waar de persoon is. U bent hierbij officieel benoemd tot de leukste leraar van de grote Karel. Hoe heet die school? De leukste leraar van het Karel de Grote College. Nou, dankjewel. Hartstikke leuk. Dus, applaus. Voor de uitstraling van deze school geef ik wel een... toch wel een 7, ja, 7. Het is een erg schoon gebouw, ziet er allemaal erg netjes uit. De leerlingen geef ik wel een dikke 8. Ik bedoel, wat ik heb gehoord van de leerlingen, kennen ze allemaal wel een beetje. Gaan ze goed met elkaar om. Voor de activiteiten geef ik een 7,5. Ze hebben 4 feesten per jaar. Best wel veel. Ik vond de leraren
goed, naar mijn mening waren ze goede. Waren goede leraren. Was ook een leraar heel erg geliefd. Alleen sommige leerlingen waren niet al te spreken over sommige docenten. Dus daardoor geef ik de leraren een 6. Zo, ik ben weer hier weg. We hebben met leraren gepraat, met leerlingen gepraat, met conciërges gepraat. Het is een erg interessante school. Ik heb het gevoel dat de leerlingen wel echt de kans kregen, zeg maar, om hun creativiteit te uiten. Het uiteindelijke 7 geef ik een 7,5. Ik ben weer gone. Volgende keer zie je Pingy met de 3e aflevering van School van de Week. Check it.